AZ heeft een van de beste jeugdopleidingen van Nederland. Het succes van Adam Maher is een van de laatste voorbeelden daarvan. En daar is Maher. Het is 1-0 voor AZ. De behendigheid van Maher. Wat maakt de AZ-jeugdopleiding zo bijzonder? Waarom scoort AZ bij de KNVB het hoogst? In deze special van AZ TV maken we uitgebreid kennis met de AZ-jeugdopleiding. We volgen een week lang de 14-jarige Jeremy Helmer. Hij speelt in AZ onder 15. Als je heel veel goed speelt, dan ga je heel veel naar een absoluut topclub voor Manchester United of zo. En dan Nederlands elftal, ja, dat is wel mijn droom. We spreken zijn ouders. Hij is altijd met een bal. Hij raakt in paniek als hij geen bal ziet. Dus, ja. Zijn trainer. Oké, Stefan. Probeer die armen ook iets hoger te krijgen. Dromen, ja, dat moet. Ja, je hebt een ambitie. Nou, die ambitie mag best heel erg hoog liggen. We maken kennis met de staf op het jeugdcomplex Het Lood. Onze missie is spelers opleiden die met de beste van Europa kunnen spelen. En we zijn natuurlijk bij een competitiewedstrijd van Jeremy en zijn elftal. De jeugdopleiding van AZ. Maak je dromen waar. De familie Helmer uit Diemen is een echte voetbalfamilie. Op deze zondag is er eindelijk tijd voor rust voor vader Michael en moeder Nathalie. Hun zonen Quinten en Jeremy spelen allebei bij de jeugdopleiding van AZ. Voetbal is hun alles, hun leven. Jeremy zit nu in zijn derde jaar bij AZ. Komend als middenvelder van SV Diemen maakt hij een stormachtige ontwikkeling door. Nou, dit is dan mijn kamer. Dit is mijn tv. En hier PlayStation ik altijd. Nou, dit zijn allemaal bekers die ik vroeger bij SV Diemen heb gewonnen. En ja, deze prijs is dat ik speler van het toernooi ben geworden met AZ bij Vreeswijk. Dat is een mooie prijs. En bij AZ was ik speler van de maand. En toen heb ik Adam Maher gekozen. Natuurlijk omdat hij nu gewoon heel goed bij AZ speelt. En omdat hij ook bij Diemen vandaan komt. Nou, Jeremy die was al vanaf dat hij babytje was, nog niet eens kon lopen, lag hij al te trappelen tegen de bal op de commode. Dus dat ging eigenlijk al heel vrij snel. En toen hij eenmaal klein was, toen hij wel kon lopen, dan was het constant tegen de bal aantrappen. Dus dat ging eigenlijk wel heel snel bij hem. Toen hij kon lopen en ik kwam van mijn werk terug en dan reed ik altijd de carport op, zeg maar. En dan stond hij heel te wachten van wanneer ga je met mijn voetballers avonds? En dan gingen we naar boven naar de zolder toe. En toen was hij. Toen kon hij niet lopen, denk ik. 2, 3. En dan was het altijd al voetballen op zolder. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Hij is altijd met een bal. Hij raakt in paniek als hij geen bal ziet. Dus ja. Nou hier, deze heb ik laten hangen omdat de muur werd anders helemaal lelijk. Maar deze heb ik gewoon laten hangen omdat hij op een goed plekje hangt. En ja, Cristiano Ronaldo is wel de eerste speler die me opviel. Gewoon toen ik vroeger klein was en dat ik naar het buitenland keek. Dus daarom heb ik hem gewoon hier nog... Ja, gehouden, zeg maar. En de rest, ja, die heb ik zeg maar mijn broertje gegeven. Die zijn ook bij hem in zijn kamer, hangen allemaal posters en zo. Dus. Het zit in de familie, want mijn vader was ook een goede voetballer. En de opa ook al. En ook de vader van Nathalie, dus opa aan de andere kant. Dat zijn echt allemaal voetballers. En die konden wel redelijk voetballen allemaal. Dus het zal wel wat daar vandaan komen. Nou, vroeger was ik altijd wel voor Ajax. Maar toen, ik hoorde wel eens dat daar niet zoveel, AZ, ik hoorde dat ze daar heel goed omgingen met spelers en zo. En toen ik eenmaal door AZ gescout was, toen ging Ajax ook op een gegeven moment naar me kijken. Maar toen, AZ, dat was wel de eerste die me wou. Dus dan vond ik AZ wel gewoon de beste club om naartoe te gaan. 10 jaar later, dan heb ik al gewoon het eerst van AZ gespeeld. Zo. Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn. En hopelijk dat het goed gaat. En, alles wat erbij komt en daarna als je vanzelf wel goed speelt, dan ga je vanzelf wel naar een absoluut topclub voor Manchester United of zo en dan Nederlands elftal, ja, dat is wel mijn droom. Wakker worden. Het is maandagochtend 6:15.
Jeremy wacht weer een drukke week met 5 trainingsdagen, school, een evaluatiegesprek, workshop en een competitiewedstrijd. Nou, het is zoals je ziet buiten erg donker en het is nog erg vroeg. Dus dat wakker worden dat is altijd wel eventjes lastig op de maandagmorgen. Dat is, het is nu 6:50. Jeremy, ik ga nu brood voor hem maken om mee te nemen naar school. Hij gaat ontbijten en dan wordt hij over 20 minuutjes wordt hij opgehaald. Elke dag wordt Jeremy in alle vroegte opgehaald door een speciaal AZ-busje dat hem naar Alkmaar brengt en later op de dag weer terug naar huis. Onderweg pikken ze ook andere spelers op. Nou, toen ik vroeger bij SV Diemen speelde, trainden we gewoon 2 keer per week met vrienden hier uit de buurt zo. En toen werd ik door AZ gescout toen ik 11 jaar was, dacht ik. En toen, toen ging ik op een gegeven moment, toen ik daar naartoe mocht, ging ik 5 keer per week trainen. En dat was vorig jaar 6, maar nu trainen we weer 5 keer, maar wel langer. En je bent minder thuis. En maar... Je voetbalt wel veel meer en dat vind ik het leukste wat er is, dus. Ja. Voor Jeremy en zijn teamgenoten bij AZ onder 15 begint om 8:00 's ochtends de eerste van de intensieve trainingen van die week. Daarom is Michael Breider ook nog niet, want er is een chauffeur verdwaald. Ja, dus die komen er wel aan. Dat had geen TomTom bij zich, dus hij was even de weg kwijt. Vandaag gaan we warming-up doen. We doen nu de ladder in plaats van de lintjes en de sprintjes. 1-tegen-1 duel. Oké, 1 hele grote ronde inlopen. Ik word gewoon blij van, ja, het is gewoon het leukste wat er is, vind ik. Dus dan moet je dat ook zo vaak doen wanneer het mogelijk is. Ja, scoren, winnen, ja, mensen uitdollen. Gewoon dat je de beste bent, dat is wel leuk. Dromen, ja, dat moet. Ja, je hebt een ambitie. Nou, die ambitie mag best heel erg hoog liggen. Dat is helemaal niks mis mee. Het hoeft ook niet reëel te zijn, ja, want het is je droom. Dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen in hun doelstellingen die we afspreken, waar we het over hebben, ja, daar moeten ze wel reëel zijn. Dus moeten ze een goed zelfbeeld hebben. Als je geen goed zelfbeeld hebt, ja, dan ga je het inderdaad niet redden. Want dan loopt het scheef. Ja, dus ja, daar moeten we ze wel bewust van maken. Dus het is niet zozeer dat ze niet mogen dromen. Nee, maar wel, ze moeten wel een goed zelfbeeld hebben en weten waar ze mee bezig zijn en waar ze staan. Na een training van 2 uur vertrekken de AZ-talenten met de AZ-busjes naar school. Jeremy gaat naar het Willem Blauw College in Alkmaar. Daar zit hij op 3 VWO. Hij volgt een speciaal leerplan gemaakt voor topsporters. De Topsport Talentschool, ook wel de Loodschool genoemd. In een aparte ruimte kunnen de topsportleerlingen huiswerk maken en leren voor een proefwerk. Jeremy zweet deze dag op geschiedenis, een vak dat in het Engels wordt gegeven. Ja, sommige vakken, gewoon, je krijgt in het Engels bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde zo, maar bijvoorbeeld economie of zo, wat je echt in Nederland nodig hebt, dat krijg je gewoon in het Nederlands. Maar de meeste vakken krijg ik wel in het Engels.
Hey, en hoe zwaar is het nou, proberen topvoetballer te worden en op 3 VWO zitten? Ja, door lood kan ik het nu wel gewoon eerst wel goed combineren, maar ja, het is alsnog best wel zwaar, maar het is wel goed te combineren, ja. Maar heb je nog wel zin in school? Nou, eigenlijk heb ik nooit zin in school gehad, ook toen ik op de basisschool zat niet, maar ja, het is niet heel erg nu om, als je ook wel lessen mist, dus ik heb sowieso minder les, dus dat is niet heel erg. Nee. Het is echt de bedoeling dat kinderen dus echt sport en studie kunnen combineren. Nou, wat doen we dan eigenlijk? Hè? Misschien is dat de vraag. Wij proberen echt persoonlijke roosters voor kinderen te regelen. Wij verzorgen dat ze toetsen in mogen halen. Je moet je bedenken dat als kinderen aan het sporten zijn of aan het trainen zijn, dat ze dan lessen missen. Wij verzorgen daarvoor bijlessen ook, zeg maar soms, huiswerkbegeleiding. En nou, deze ruimte is eigenlijk helemaal geschikt voor ze. Want wat doet deze ruimte? In deze voorste ruimte is het zo dat ze kunnen samenwerken. Is het zo dat ze op de computers gebruik kunnen maken. Daar hebben we een toetsruimte. Er wordt op dit moment zeg maar een AZ-speler wordt op dit moment een toets afgenomen. Dit is voor hem een tussenuur, zeg maar. En in de achterste ruimte hebben we een stilteruimte. Dus dat betekent dat als ze echt in stilte willen gaan leren, dat ze dan in de achterste ruimte gebruik kunnen maken. Hoe doe je dat met huiswerk? Heb je daar nog wel energie voor? Nou, eigenlijk niet hoor, maar huiswerk maak ik gewoon vaak hier. En als ik nog even een uurtje op het busje moet wachten of zo, dan kan je wel gewoon goed je huiswerk maken. In plaats van dat je thuis nog moet doen. Dus thuis heb ik, ja, als ik voor toetsen moet leren of zo, maar dat is wel goed te combineren. En haal je tot dusver alles? Ja, soms moet je wel toetsen inhalen en zo, maar nu zijn mijn cijfers wel gewoon goed. En topsporttalenters of leerlingen, of loodleerlingen eigenlijk, die presteren extreem goed. Eigenlijk boven het gemiddelde. En vorig jaar hebben we de examens afgesloten met 100% score op de MAVO, 100% score op het VWO en 92% score op de HAVO. Dat ligt echt ver boven het gemiddelde. Conditie en balvaardigheid traint AZ ook op het atletisch vermogen. AZ onder 15 krijgt 1 keer per week een fysieke training. Met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen worden de vorderingen nauwkeurig bijgehouden en geanalyseerd. Oké, Jeremy, we gaan 3 sprongen doen. We beginnen met elke sprong mag je meerdere keren doen. En we beginnen met de squat jump. Dat betekent dat je handen je zij doet. Je gaat met je handen naar beneden. Je wacht 2 seconden, ik tel met je mee. 1, 2 en dan vuur je af omhoog. Dus het is naar beneden. 1, 2 en zo hoog als je kan. Ja? En denk aan alles geven, zo hoog mogelijk. Komt hij aan, naar beneden. 1, 2, hup! Zo hoog mogelijk. Oké, klaar. 1, 2, hup! Ah, dat is een goeie. Oké, dankjewel. Mag ik nog 1 keer doen, want SR is echt bezig om balans te creëren. Om in balans te blijven staan. Zodat hij daar profijt van heeft van in de wedstrijd. Een andere vorm die ze hier op de matjes doen, dat noemen we core stability. Vormen om de stabiliteit en de core muscles, buikspieren, rugspieren, zo aan te sterken. Zodat ze in een duel tijdens de voetbal of tijdens een sprint niet uit balans raken. En alle kracht wat ze geven ten goede komt aan het duel of aan de snelheid die ze maken. De testen die wij doen, dat zijn ook testen die binnen de wetenschap gebruikt worden. En die we dus ook kunnen, waarmee we dus aantoonbaar kunnen maken dat als we een speler bijvoorbeeld een spronghoogte meten, dat wij kunnen aangeven van hoe explosief iemand is. En dat kunnen we koppelen. Dat is een indirecte meting, want we meten nog niet op het veld, wat we in de toekomst natuurlijk wel graag willen. En wat bij het eerste al wel kan. Proberen wij hier bij de jeugd dat indirect te meten, waardoor we kunnen zien hoe explosief iemand is. En daar kunnen we uiteindelijk onze winst mee doen, om dat in de wedstrijd te kunnen zien. In hoeverre
Wordt hier de grenzen van hun lichamelijk kunnen opgezocht? En hoe ver bestaat het gevaar dat je er overheen gaat? Ja, nou, de meeste blessures komen toch voor uit contact met elkaar. Dus die komen voor op het veld. Natuurlijk proberen we de grens op te zoeken. Want om uiteindelijk beter te worden, zal je iemands grens op moeten zoeken. En soms wil het wel eens voorkomen dat je over die grens heen gaat. Maar vaak genoeg schatten we dat goed in. Dus houden we de grens goed in de gaten en zitten er tegenaan. Maar een topsporter zal altijd de grens moeten blijven opzoeken. En zal af en toe in een moment de grens overgaan en kan geblesseerd raken. Het is 1 uur als trainers en spelers samen gaan lunchen. Het is een vast onderdeel om de onderlinge verbondenheid te benadrukken. Goed eten is belangrijk tijdens de opleiding. AZ heeft daarom een speciale voedingsdeskundige aangesteld die de spelers en hun ouders begeleidt en adviseert. Iedere speler krijgt in de zoveel tijd een consult. Als jij gewoon 's avonds je groentjes eet, dan heb je op zich krijg je ook al je vezels binnen. Dus dat is prima. De grootste waar ik tegenaan loop, en ik werk niet alleen met voetballers, maar ook met andere sporten, is toch dat een heleboel sporters te weinig eten. Zeker in deze tijd waar dikheid veel voorkomt, mensen eten te veel, lijkt het wel of sporters zoiets hebben van ik moet oppassen dat ik ook niet te dik ga worden. Dus ze eten vaak te weinig, dat is één. En een tweede, eten ze ook niet altijd de juiste dingen. Als je profvoetballer wil worden, is trainen ontzettend belangrijk. Maar dat er een aantal andere facetten net zo belangrijk zijn. En dat is nog niet altijd, misschien wel bekend, maar ze realiseren zich nog niet helemaal. Dat je op tijd naar bed moet gaan, dat je goed moet eten. Anders kan je niet optimaal trainen. Dus een stukje bewustwording creëren. En dat doe je door middel van workshops. Ik loop hier rond, dus ik spreek ze af en toe eens aan van hey, hoe gaat het? Oh, ik kom bij de wedstrijden kijken, de trainers maken er wat opmerkingen. Dus als maar een beetje dat bewustwording creëren dat ze uiteindelijk, en met de informatie van de workshop en de persoonlijk begeleiding, dat ze uiteindelijk een goede beslissing kunnen maken. Jeremy wordt die middag door de vaste fysiotherapeut onder handen genomen. Bij AZ is de fysieke begeleiding van de talenten van groot belang. Fysiotherapeut van de jeugdopleiding van AZ is denk ik vooral belangrijk in het begeleiden van jeugdspelers. We zijn een opleiding en ook op medisch vlak zullen wij de spelers moeten opleiden om te gaan met bepaalde klachten. En wat misschien nog belangrijk is, dat we ze moeten leren omgaan om te zorgen dat ze niet geblesseerd raken. Elke speler zal natuurlijk groeien, iedereen zijn eigen patroon. We hebben samenwerking met de Universiteit van Groningen, waarin we heel duidelijk kunnen zien wanneer zit een speler in zijn maximale groeispurt. Dus wanneer groeit hij het snelst. En daarin ben je ook minder belastbaar. Daar zullen we dan ook rekening mee houden. Op het moment dat een speler heel snel groeit, zal het lichaam daar aan moeten wennen. En dan is je coördinatie wat minder en heb je dus ook eerder kans op blessures. Op sportcomplex Het Lood hoeft het spelers en staf zelden aan motivatie te ontbreken. Ze lopen de inspiratie letterlijk tegen het lijf. Overal in het sportcomplex zijn de doelstellingen en de filosofie van de jeugdopleiding te lezen. En overal worden spelers gecorrigeerd, geëvalueerd en gestimuleerd. Onder meer door de uitverkiezing van de Speler van de Maand. Al inspireert het één speler maar 1%, dan draagt het bij aan succes. Maar buiten de spreuken en de leuzen hangt het beleid, hè? Dus de filosofie, de opleidingsvisie die we hebben, die hangt ook door het gebouw heen. Dus iedereen kan dat zien. Dus het is geen geheim. Dus iedereen weet wat we hier doen en wie we zijn.
Alois Wijnker is hoofd van de AZ jeugdopleiding. Marijn Beuker is ontwikkelingscoördinator daar. En de ambities bij beide zijn hoog. Onze missie is spelers opleiden die met de beste van Europa kunnen spelen. We hebben er ook concreet een doelstelling aan gehangen. En dat betekent dat we in 2015 moet 40% van de selectie van AZ1 moet bestaan uit eigen opgeleide spelers. En ja, die moeten dus een bijdrage leveren aan het succes van AZ1. Maar we kijken ook naar het totaalplaatje. Je hebt te maken met jonge kinderen. Dus je moet sowieso al rekening houden met hoe goed kan iemand worden. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Een speler scouten van 24 jaar die kant en klaar is, is makkelijker te scouten dan een jongetje van 12 jaar. Want daar kan nog heel veel gebeuren. Maar de twee hoofditems waar wij extra op letten, dat is aan de ene kant zijn dat de inzichtelijke vaardigheden, inzichtelijke kenmerken. Heeft hij inzicht in het spel? Weet hij waar hij moet lopen bij balbezit? Waar speelt hij de bal heen? Dat soort zaken. En de tweede, dat is de intrinsieke motivatie, zoals we dat noemen. Hou je van voetbal? Ben je gek op voetbal? Ga je voor jezelf oefenen? Ben je op tijd? Doe je er alles aan om de top te bereiken? Dat zijn voor ons wel de twee belangrijkste voorwaarden om een speler naar AZ toe te halen. Ik vind de kracht van de jeugdopleiding vind ik dat we een innovatieve en vooraanstaande jeugdopleiding willen zijn. En innovatie zien we in alle gebieden van de jeugdopleiding zien we dat terug. En zo zijn we continu bezig met onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Maar om te kijken hoe ziet de jeugdspeler van de toekomst uit? Zijn er voorspellende waarden van succes? Maar we kijken ook hoe kunnen we de organisatie verbeteren. Individuele vooruitgang van de spelers. Dat is voor mij het belangrijkste doel. Dat de individuele speler vooruit gaat, het liefst al in het seizoen. Ja, we hebben nu met een speler die al een paar keer per week meetraint met de onder 16. Nou, dat is het doel. Ja, en anders dat ze volgend seizoen klaar zijn voor onder 16. Dat ze weer vooruitgang hebben geboekt. Ja, dat ze goed genoeg zijn voor AZ, dat ze mogen blijven. Ja, dat is mijn doel. En uiteindelijk, hetgeen waar je van geniet is van Adam Maher die in het eerste gewoon goed speelt. En dat is je voldoening die je er uiteindelijk uit gaat halen. Aan de muur hangen AZ-succesverhalen uit de bladen. Overal op het complex werken jongens zich in het zweet om die successen te evenaren. Iedereen droomt van die grote club. Van beroemdheid, adoratie, rijkdom. Maar de meesten zien die droom de mist in gaan. Ondanks al hun toewijding en hun inzet. We zijn continu in gesprek met de speler. Dat gaat het hele jaar door. Daar zijn niet alleen vaste momenten voor. Daarbij hebben we regelmatig overleg met ouders. Twee keer hebben we een officieel moment. We hebben hier wel een sfeer waarin de stap van ouders richting trainer of mij zo klein mogelijk is. In ieder geval dat proberen wij. En daar proberen we altijd reëel en eerlijk in te zijn. En dan rond april is dan altijd het spannende moment. Mag ik blijven? Mag ik de opleiding... Nog een jaar volgen of moet ik eruit? Ja, en dan komt het slechte nieuws. Dan informeren wij de mensen. Dat is even hard, maar dat is niet anders. Nou, we vinden het contact met ouders vinden we ontzettend belangrijk. Omdat we de ouders willen betrekken bij de opleiding. Daarin is normaal contact, het contact wat we met z'n allen hebben, is uiteraard van groot belang. Maar we werken ook met een ouderraad. Dat doen we voor het vijfde of zesde seizoen nu zelfs, waarin we een aantal maal per seizoen bij elkaar komen. En elke ouder heeft één afgevaardigde en daarin hebben we het over wat hun ervaren bij deze vereniging of bij deze jeugdopleiding. En dan gaan we ook kijken of we het wel of niet kunnen veranderen. Elke week speuren scouts van AZ in Nederland naar nieuw talent. Of ze volgen de ontwikkelingen van de eigen talenten. Michel Doesburg is zo'n scout. Niet alleen de voetbaltechniek telt. De mentale instelling is minstens zo belangrijk. Na bepaalde handelingen van een spelertje, ze staan 3-4-0 achter. Ze worden overrompeld, dat het spelertje dan toch zijn ding blijft doen. Niet boos wordt, niet kwaad wordt, niet gaat schelden, niet gaat vloeken, niet uit zijn taak gaat spelen. Nou, dan geeft het aan dat het jongetje best wel mentaal rustig is, mentaal sterk is.
dreigt er een bal uit te rollen en doet hij er alles aan om die bal binnen te halen, terwijl je eigenlijk al ziet, hij gaat toch uit. Ja, dat hij toch op doel blijft gaan tot de laatste seconde van de wedstrijd. Nou, ik denk dat wij de laatste jaren enorme stappen hebben gemaakt qua naam. En dat heeft uiteraard te maken met de prestaties van ons eerste elftal. Ja, we zijn een aantal jaren terug zijn we kampioen van Nederland geworden. Dat merk je als je als scout van AZ het land ingaat en uiteraard stellen wij ons netjes voor waar we komen. Ja, dan, oh, het gaat goed, hè, met de club, dan refereren ze aan het eerste elftal. Ja, het feit dat we dit jaar met Adam Maher, een exponent van de jeugdopleiding in het eerste elftal hebben, die het ontzettend goed doet, wordt ook de jeugdopleiding van AZ nog meer belicht door andere clubs. En Jeremy vind ik echt weer een exponent ook van hoe wij graag voetballers zien. Op zijn positie uiteraard, die met name inzichtelijk ontzettend goed is en in staat is om beslissend te zijn in een jeugdwedstrijd. Het is moeilijk om te voorspellen, maar Jeremy, dat kan een grote worden? Dat hopen wij, dat vermoeden wij en dat denken wij ook. Oké, jongens. Goedemorgen. Topsport ontwikkelingsprogramma, ja, dat kennen jullie. En een van de workshops die we daarin doen is de workshop omgaan met zaakwaarnemers. En dat doen we vooral om jullie bekend te laten worden met wat nou een zaakwaarnemer is. En volgende week dan gaan we hetzelfde doen met jullie vaders en moeders. Hoe moeten de AZ-talenten omgaan met alle zaakwaarnemers, spelersmakelaars of belangenbehartigers in het betaalde voetbal? Volgens de regels mogen er geen zaken worden gedaan met spelers onder de 16 jaar. Maar de praktijk is soms weer barstiger. De boodschap is daarom, neem de tijd. Je hoeft nooit gelijk te antwoorden. Als ik zo naar je toe kom en je denkt van ja, wat moet ik dan nou hiermee? Dan zeg je gewoon nou, of je zegt nou ik kom over een paar jaar maar terug. Of je zegt nou weet je wat, daar ga ik even over nadenken. Ik bespreek het wel even met mijn ouders. Nou, ze zitten nu in een leeftijdscategorie waarin ze ook uitgenodigd kunnen worden voor de Nederlandse elftal onder 15. En we zien dat daar heel veel scouts bij zijn, want hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Dus deze leeftijdsgroep is ideaal, omdat ze er volgend jaar krijgen ze er echt, of de komende maanden krijgen ze er echt veel mee te maken. Dus daarom willen we ze informeren. En het gaat erom, ja, als de boodschap, als ze erover nadenken en over dat ze er wat bewuster van zijn wat het is en wat de regels zijn. Dus als dat is overgekomen, dan zijn wij tevreden. De toekomstige sterren zelf vinden hun workshop best nuttig. Ja, leerzaam, want ik wist er niet zoveel over. En natuurlijk, over je toekomst is het wel belangrijk naar welke club je gaat en of je het wel naar je zin hebt en zo. Dus het was wel goed om deze workshop te hebben. Is het niet zo dat voetballers zoals jij in het begin van een misschien prachtige loopbaan niet al heel snel denken aan veel geld verdienen, mooie auto's. En dat jij er dus heel snel in de verleiding komt. Hoe zie je dat nou zelf? Nou, eerst gewoon lekker voetballen. En dan eerst bij AZ1 komen. En dan later als je bij een hoge club gaat voetballen, voor Barcelona of Manchester United of zo, dan verdien je toch wel genoeg geld. Maar het gaat meer om het voetbal eigenlijk. Voor Jeremy is het dan een belangrijk moment. Met zijn trainer heeft hij zijn SOP-gesprek en dat staat voor Spelerontwikkelingsplan. In dat gesprek worden de vorderingen van de speler op een rijtje gezet. Je ziet ook dat je paastijd, dat zou wat sneller kunnen, dus dat is dat sneller handelen. Alleen, ja, je maakt heel weinig fouten. Nou, het grootste belang voor het SOP-gesprek is dat ze weten waar ze aan moeten werken, waar ze moeten verbeteren om uiteindelijk AZ1 te gaan halen. Daar moeten ze dan aan werken. Nou, dan weten ze dat die punten dan extra aandacht moeten geven om te ontwikkelen. Plus dat de spelers bewust daarvan worden. Plus dat de spelers ook een goed zelfbeeld krijgen van nou, hier sta ik, daar moet ik heen. Dat ze een goed plaatje voor hunzelf hebben. Jeremy, je had net een gesprek.
Dus op gesprek met je trainer, hoe ging het? Ja, dat is eens in twee weken. En mijn verbeterpunten, ja, die gingen wel goed. Dus ik was wel tevreden. Waar was de trainer tevreden over? Nou, ik moest fysiek nog sterker worden. En met krachttraining zo gaat het wel goed. En met die testen en zo ging het wel. Ja. Alle resultaten van de spelers zijn terug te vinden in een speciaal ontwikkeld spelersvolgsysteem. Trainers, spelers en ouders kunnen op het werk of thuis via de computer inloggen en dit levend document elk moment van de dag bekijken. Dus er zijn spelers die komen thuis en dan vraagt de vader af, hoe ging het vandaag en heb je lekker getraind of hoe gaat het met je? Is de trainer tevreden? Noem alles maar op. Ja, sommige spelers die hebben van ja pa, ik heb er nou geen zin in of die zeggen ja goed en die praten er verder niet over. Nou, ook voor de ouders, ze loggen in en ze kunnen zo... zien hoe tussen haakjes de tussenstand is en hoe de ontwikkeling is van hun eigen kind. Verbeter jezelf. Wat ik meestal beschrijf als een van de belangrijkste dingen van de jeugdopleiding, is dat wij beter willen worden dan dat we zelf zijn, in plaats dat we beter willen worden dan een ander. En dus in alles wat we doen, kijken we, hoe kan het nog beter? En waar liggen mogelijkheden? Hoe kunnen we dat dan aanpassen? Deze spreuk zegt alles over wie we zijn en wat we doen. Hoe kan het continu, hoe kunnen we het beter doen? Dat geldt voor jeugdspelers, maar dat geldt ook zeker voor hetgene wat wij doen. Dus achteroverleunen in topsport is er sowieso al niet bij. Maar je bent continu bezig, hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we verbeteren, innoveren? Nogmaals, daar zijn we continu mee bezig. Bij de vergadering is ook AZ's directeur Algemene Zaken, Toon Gerbrands, aanwezig. Volgens hem is de jeugdopleiding van levensbelang. De AZ-jeugdopleiding is een van de belangrijkste pijlers in onze visie om AZ in de volgende fase te krijgen. Wij zullen de komende jaren meer spelers vanuit de jeugdopleiding de eerste elftal moeten hebben. Als je de historie ziet, dan was 10 jaar geleden kwam er 1 speler door per 4-5 jaar. Toen kwamen er 1 of 2 spelers per jaar door. En nu is het allemaal redelijk succesvol. Maar het heeft met keuzes te maken. Dus wij hebben ervoor gekozen met een begroting van 25 miljoen. Dat wij op één manier onderscheidend kunnen zijn. Dat is een hele goede jeugdopleiding. En meer spelers, zo'n 30-40% proberen aan een selectie van 30 man toe te voegen uit eigen jeugdopleiding. AZ heeft grootse plannen met de jeugdopleiding. Aan de westrand van Alkmaar verschijnt uiterlijk in 2013 een nieuw trainingscomplex. Met 7 velden en een eigen topsportaccommodatie. We hebben gewoon meer trainingsvelden. Nu moeten we regelmatig velden delen met elkaar. Ja, dan heb je meer ruimte om goede trainingen uit te voeren. En ja, als je een topopleiding wil zijn, dan moet je goede omstandigheden hebben. Het nieuwe veld van AZ is een soort laboratoriumsituatie waar dingen worden gemeten. De omgeving waar we in het trainingscomplex zitten is een omgeving waar spelers zich kunnen ontwikkelen door dingen te leren, films te bekijken, misschien wel cursussen te leren, Spaans of financiën of allerlei dingen die bij topsport horen. Dus ik zie een omgeving waar alles eraan wordt gedaan om die spelers daar naartoe te krijgen. Dus eigenlijk als grootste metafoor, het opleiden, de opleiding van AZ is een opleiding op zich die eigenlijk de school op. Lijken nogal groot voor een jongen van 14. Ja, soms dat was zwaar, maar ik vind als zoveel van je verwacht en je haalt het, dan is het nog des te leuker dan als ze niet veel van je verwacht en je haalt het niet. Dus ik vind het hoog verwacht vind ik juist wel leuk. Ja, maar hij wil het zo graag. Hij kan daar wel goed mee omgaan. Ja, hij ziet het ook niet zo als een druk. Als ik wel eens zeg van goh, lange dag vandaag met trainen of in het busje, dan... Hij denkt alleen maar, ik ga vandaag voetballen en ik ga trainen en ik neem mijn tas mee. En dat is voor hem, ja. Hij voelt het helemaal niet zo,
Niets met druk. Nee, dat kijk bij mij. En gelukkig, want ik zei daar straks, hij moet er plezier in hebben. Hij ziet echt het plezier in het voetballen. Als hij een dag niet kan voetballen, ja, dan is het geen dag geweest. Hoe moet het dan straks met bijvoorbeeld vriendinnetjes en uitgaan? Hoe zie je dat dan? Ja, nou, ik hou sowieso niet zo heel veel van het uitgaan en zo. En helemaal gewoon mensen die drinken en zo, daar ben ik helemaal niet mee bezig. En ja, je hebt ook van die meisjes die alleen maar voor het geld gaan en zo. En nee, dat doet voor mij niet. Nee. Maar vriendinnetjes straks? Ja, dat is gewoon wel leuk, weet je, maar... Daar heb je helemaal geen tijd voor, joh. Nou, ik kan de tijd er wel voor maken. Het is zaterdagochtend, een paar uur voor de wedstrijd AZ onder 15 FC Groningen. Moeder Nathalie gaat naar de wedstrijd van zoon Quinten. Vader Michael gaat met Jeremy mee. Het zijn de loze uurtjes waarin de spanning kan oplopen. Hoewel, deze ochtend lijkt de stress gering. Nou, nu heb ik niet echt spanning, maar vlak voor de wedstrijd heb ik altijd wel een beetje spanning. Maar tijdens de wedstrijd is het wel altijd weg. En hoe heb je nou voorbereid op deze wedstrijd? Ben je dan gisteren bijvoorbeeld extra vroeg naar bed gegaan? Of? Ja, ik ga altijd gewoon vroeg naar bed op vrijdag. Hoe vroeg? Meestal 8:45 of 9:00 of zo. Wedstrijd vandaag naar FC Groningen. Vervolg geven aan de tweede helft Utrecht. Ja, wat goed was, goede intenties. Nou, vandaag gaan we weer een stap verder. Nou, wat nog beter kan als je kijkt naar die tweede helft, dat we nog bepalender gaan worden. Dominanter aan de bal. Positiespel beter. Ja, dus dat komt. Dat is de doelstelling van deze wedstrijd. Oké, jongens, gefeliciteerd. Niet alleen met de overwinning, maar ook met een hele goede tweede helft. Ja, waarbij we controle hebben gehad, we hebben gedomineerd. Goede aanvallen opgezet. Ja, waarbij verplaatsing goed was. Nou, het had zelfs nog meer kunnen zijn. En ja, jammer van het tegendoelpunt. Nou, op het begin had het nogal moeilijk.
Maar we kregen steeds meer controle over de wedstrijd en uiteindelijk hebben we wel makkelijk gewonnen eigenlijk. Ja. De tweede helft was vooral wel goed. Ja, je noemt al wat punten, maar wat ging je vandaag heel goed? Eerst begon de slap en daarna waren we wat scherper en gingen we gewoon ons eigen positiespel spelen. En toen zijn we niet echt meer in gevaar geweest of zo. Alleen tegen goal was wel jammer. Ik ben altijd trots of je wint of verliest. Ik let op of je zijn best hebt gedaan en of je het uiterste erin hebt kunnen halen. Dus hij heeft nu gewonnen. Ik vind dat hij mooie acties heeft gemaakt. Dus ik ben sowieso trots. Maakt het je wat uit of Jeremy nou bij SV Diemen belandt of Barcelona? Ja, weet je, ik kan heel spannend doen en zeggen het maakt je niet uit. Je zou het natuurlijk vreselijk leuk vinden als hij bij Barcelona zou spelen. Ik vind het al vreselijk leuk dat hij bij AZ voetbalt. Ik vond het ook leuk dat hij bij SV Diemen voetbalde. En ik heb al eerder gezegd, hij moet er lol in hebben. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Maar om te zeggen dat het helemaal niet uitmaakt, dat is onzin. Je vindt het altijd leuk als je kind ergens bij een betaald voetbalorganisatie speelt. Dus, maar het allerbelangrijkste is dat hij plezier heeft. En dat heeft hij hier, dus prima. Dit was onze laatste uitzending van dit jaar. Op dinsdag 17 januari zijn we er weer. Tot dan en een gelukkig nieuwjaar.